Het was echt een structureel systeem van honger, mishandeling, dwangarbeid. En dan altijd maar weer die onzekerheid van eventuele executies of transport naar ook een bijzonder onprettig verblijf in de Duitse oorlogsindustrie. Deze man bepaalde wat er met de gevangenen gebeurde. En natuurlijk waren er allemaal mannen die dat uitvoerden. Maar ja, uiteindelijk gebeurde er natuurlijk niks in zo'n kamp zonder dat de commandant daarvan af had. Hij stond, je zou kunnen zeggen, internationaal gesignaleerd. Hij was natuurlijk een oorlogsmisdadiger. En daar was iedereen het duidelijk over eens. Want dat wisten ze in 1944, de Nederlandse regering in Londen ook al. Het is 9 april 1942, 5 uur in de ochtend. Aan de rand van een bos, een paar honderd meter van politieiligers doorgangslager Amersfoort. Voor ons inmiddels beter bekend als Kamp Amersfoort. Het is stil in het bos, maar de vredige stilte wordt ruw onderbroken door geweersalvo's. Twee Duitse kampbewakers staan bij twee grote vrachtwagens de wacht te houden. In het bos is een grote kuil gegraven en een executiepeloton van 5 SS'ers staat rondom die kuil. Maar pal voor de kuil, met hun gezichten naar de kuil toe, staan 5 krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie. In de kuil liggen de lijken van hun doodgeschoten kameraden. In de vrachtwagens op het zandpad verderop zitten nog meer Sovjets. In groepjes van 5 worden ze geëxecuteerd. Met een schot in de nek. Als het executiepeloton er niet zeker van is, krijgt men nog een zogenaamd genadeschot. In totaal worden die ochtend 77 krijgsgevangenen geëxecuteerd. Onderdeel van het 5-koppige executiepeloton is de kampcommandant van Kamp Amersfoort, Walter Heinrich. Een man waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Hij komt namelijk amper voor in geschiedenisboeken. Vooral omdat vele oorlogsmisdadigers op zijn minst gelokaliseerd worden. Sommigen zelfs berecht. Heinrich niet. Die wordt na de oorlog nooit meer gevonden. En dus ook niet berecht voor zijn vreselijke oorlogsmisdaden. Want dat is hij. Een oorlogsmisdadiger. Het is de grondlegger van een naargeestig concentratiekamp. 47.000 mensen hebben gevangen gezeten in Kamp Amersfoort. Hoofdzakelijk mannen. Allemaal ondergaan ze een vreselijk regime. 652 mensen vinden er een gewelddadige dood. Met één man die daar de architect van is. En toch is hij onbekend. Sterker nog, tot voor kort was hij enkel een naam die her en der voorbij komt in het Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Inmiddels weten we iets meer over hem. En dat is vooral te danken aan Floris van Dijk, hoofdonderzoek bij Kamp Amersfoort. Begin maart 2022 krijg ik een rondleiding van Floris. We wandelen door het indrukwekkende museum, over de binnenplaats en zien in de verte de schietbaan liggen. Hij vertelt over Heinrich, de gebrekkige informatie over hem tot dan toe. En hij zegt ineens, ik heb zijn SS-dossier in handen weten te krijgen. Het is een soort personeelsdossier. Daarom hebben we nu een beter beeld van hem en zijn verleden. Waar hij is opgegroeid, zijn carrière. Maar wat gewoon heel raar is, sinds februari 1945 is hij spoorloos verdwenen. Volstrekt onduidelijk wat er dus na de oorlog met de man is gebeurd. Dit is Floris. Je zult nog veel meer van hem horen deze podcast, want we maken deze podcast samen. Dat is dus tot de dag van vandaag eigenlijk. Wat is er met de man? Toch echt gewoon een notoire oorlogsmisdadiger. Grondlegger van een zeer wreed kamp. Hoogstpersoonlijk betrokken geweest bij de ene grootste massa-executie in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Dus echt een man met vuile handen. Maar wat is er na de oorlog met hem gebeurd? En hij heeft dus nooit voor de rechter gestaan. Dit is De Verdwenen SS'er. Een podcast waarin we proberen te achterhalen wat er na de oorlog is gebeurd met Walter Heinrich. Oorlogsmisdadiger, massamoordenaar en grondlegger van een van de gruwelijkste concentratiekampen in Nederland. Hij verdwijnt in de laatste maanden van de oorlog. Onvindbaar. Spoorloos.
Mijn naam is Jordi Hubers en samen met Floris van Dijk ga ik op onderzoek uit. Op zoek naar een onbestrafte oorlogsmisdadiger. Aflevering 1. De hypotheses. Verschollen seit februari 1945. Dat zegt een officier van justitie in Bremen in 1981 in een vertrouwelijk document dat wij in handen hebben gekregen. Heinrich is vandaag de dag bijna 80 jaar spoorloos verdwenen. Wikipedia zegt trouwens dat hij 112 is, maar dat is redelijk onwaarschijnlijk. Maar wat is er dan wel met hem gebeurd? Vanaf de eerste seconde dat Floris mij dit verhaal vertelt, ben ik erdoor gegrepen. Verdwijningen zijn natuurlijk altijd spannend, maar we hebben het hier wel over een man die verantwoordelijk is voor heel veel leed en, als we snel rekenen, voor meer dan 300 doden. Als je dat op je kerfstok hebt, hoe kan je dan spoorloos verdwijnen? Hoe krijg je dat als SS'er met zijn staat van dienst voor elkaar? En waar naartoe? In deze podcast maken we kennis met de gewetenloze oorlogsmisdadiger en volgen we zijn mogelijke voetsporen. Maar je snapt, dat is nog niet zo makkelijk, want het is 80 jaar geleden en overlevenden zijn er amper. Oorlogsdocumenten zijn er wel. Wat is er nog te vinden over hem? Floris heeft dus al zijn SS-dossier weten te bemachtigen. Daarover gaat hij van alles vertellen. Ook heeft hij onderzoek gedaan bij het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide-studies. En bij het Nationaal Archief. En ik ga uiteraard zelf ook op onderzoek uit. 9 hits. Inventaris van de archieven van de commissies tot opsporing van oorlogsmisdadigers. In het Nationaal Archief zijn meerdere dossiers over Heinrich te vinden. Nou, dat moet hem zijn. En dus ga ik naar Den Haag op zoek naar informatie over Walter Heinrich, geboren op 2 januari 1910 in Mislovice. Want dat is wat we zeker weten. Voor mij liggen dozen vol met mappen en in die mappen zitten vergeelde dunne oude papieren. Met processen verbaal, uitleveringsverzoeken, opsporingsberichten. Echt ongekend hoeveel er bewaard is gebleven. En ik kom ook verslagen van verhoren van nazi's tegen die wel zijn opgepakt na de oorlog. Wat ik vooral vind is onduidelijkheid. De naoorlogse periode kenmerkt zich door totale wanorde, lijkt het wel. Bureau Nationale Veiligheid. District Schavenhagen, datum 3 december 1945. Naar aanleiding van de signalering van Erich Heinrich, geboren te Valkenberg, Freiberg, 3 februari 1903. In de recherchelijst nummer 6 deel ik u mede dat deze op 21 november 1945 als krijgsgevangene vanuit de strafgevangenis Scheveningen is afgevoerd naar België. Ja, maar dat is onze Heinrich helemaal niet. Tussen alle mappen en dossiers vind ik een vertrouwelijk document dat in 1944 is verstuurd. Van een informant aan de Nederlandse regering in Londen met informatie over oorlogsmisdaden en misdadigers in kamp Amersfoort. En wie zien we daar? Heinrich. Dus in 1944 is er een informant die de regering informatie geeft over mensen die in kamp Amersfoort dienst hebben gedaan. Er wordt onder andere hier iemand als super sadist en sadist aangeduid. Het zijn de bewakers, Franska en Zandreuter. En op nummertje 10 staat Walter Heinrich, Obersturmführer, lagercommandant. Dus hij is in 1944 al bekend, maar nooit gevonden. Al in 1944 belandt Heinrich op een lijst van na de oorlog direct op te pakken misdadigers. En die lijst is bij de Nederlandse regering in Londen terechtgekomen. Ze kennen hem dus al in 1944. En dan staat ik ook nog op een briefje. Er is een brief gericht aan Walter Heinrich vanuit Dordrecht in 21-4-1945. In het mapje met documenten over Walter Heinrich ligt een brief met een blauw envelopje. Geen adressering, maar een veldpostnummer. Iedere Duitse eenheid had in die periode een soort postbus. Maar goed, geschreven aan Walter Heinrich in april 1945, dus 2 maanden na zijn verdwijning. Ik weet niet hoe ik dit document moet inschatten. Het handschrift is te onduidelijk, mijn Duits is overigens ook te gammel. Er is iemand benieuwd naar hoe het met hem gaat, maar verder kom ik niet. Bist du gut angekommen, Walter? April 1945.
Ja, hier zit wellicht wat in, maar het zijn 4 kantjes volgeschreven. Ik besluit het inventarisnummer op te schrijven waar ik dit briefje heb gevonden. En dit dan later met Floris nogmaals te bekijken en ja, te ontcijferen. Obersturmführer Heinrich, commandant van het kamp. A. Verantwoordelijk voor mishandeling van gevangenen, slechte behandeling van de gevangenen in het algemeen en het laten voortbestaan van onmenswaardige toestanden. B. Verdacht van medeplichtigheid aan het fusilleren van Russische krijgsgevangenen. Tja, wat kan er nu met Heinrich gebeurd zijn? Floris en ik gaan samen met René Veldhuizen, ook onderzoeker bij het Nationaal Monumentkamp Amersfoort, speculeren. We vormen een soort cold case team, op zoek naar kruimeltjes. Kijken of daar een spoor van te maken is. We besluiten eerst wat hypotheses te formuleren. En die verder dan te onderzoeken, in de hoop aanknopingspunten te vinden. Hoe kan iemand die in 1944 al bekend is bij de Nederlandse regering, hoe kan die spoorloos verdwijnen? Je hebt verschillende mogelijkheden. Ik bedoel, verdwijnen. Kijk, we weten allemaal natuurlijk de voorbeelden van hooggeplaatste naties die bijvoorbeeld naar met name Zuid-Amerika zijn gegaan. Die namen zijn natuurlijk berucht en genoegzaam bekend. Niet alleen Mengele en zo, maar ook Klaus Barbie, hè, de beruchte slager van Lyon, die ook de 2 verzetsmensen in Frankrijk eigenhandig heeft vermoord. Ja. Eichmann is natuurlijk een Argentinië. Eichmann, ja, maar die zijn dus allemaal vaak via Vaticaanstad dan dus onder valse identiteiten ontkomen. Ja. Dus dat zou een optie kunnen zijn. Weer een heel andere mogelijkheid is natuurlijk ook dat die gewoon onder een andere identiteit, zoals ook wel meer van die naties hebben gedaan, gewoon in Duitsland of in Oostenrijk is gaan wonen. Werken en leven. Nee, dat kan natuurlijk ook. Ja, maar ja, en de SS-baas die heeft er ook geprobeerd om met een soort vermomming en andere naam. Himmler. Heinrich Himmler, ja, die deed zich voor, geloof ik, als een of andere sergeant met een ooglapje. Dus die dacht zo min mogelijk herkenbaar worden. Maar die is dus wel herkend. Dus die heeft, maar dat is echt helemaal aan het eind van de oorlog. Zaten ze natuurlijk allemaal in het noorden van Duitsland. Net als zijn van Flensburg. Ja, precies. Ja. Dus die is. Maar dat is dus nog weer een andere optie ook voor wat Heinrich, nu we het erover hebben. Want volgens mij is Himmler in een krijgsgevangenkamp herkend en opgepakt. Het kan natuurlijk ook zijn dat hij gewoon Walter Heinrich ergens, hè, dat kan door Canadezen in Nederland of door Amerikanen, waar die dan ook uithing, natuurlijk gewoon is gearresteerd en opgesloten in zo'n krijgsgevangenkamp. En daarvan weten we dus wel bijvoorbeeld dat daar ook een uitleveringsverzoek naartoe is gestuurd vlak na het eind van de oorlog. Omdat ze dachten, toen al, want daar hebben we dus inderdaad in een van die archieven, van het Nationaal Archief, ook een berichtje van gevonden. Dus dan vragen ze inderdaad uitlevering van Walter Heinrich. Maar ja, dat. Die komt dus niet, die wordt niet uitgeleverd, want daar zat hij niet. Nee. En dat maakt die hele optie van, die maakt die hele optie natuurlijk van krijgsgevangenschap ook sowieso een van de minder waarschijnlijke, omdat er natuurlijk wel heel erg actief is gezocht naar hem. En ja, dan begin je natuurlijk in die kampen waar allemaal militairen opgesloten zitten. Maar daar is hij dus in 45, 46 verder niet gevonden. Actief gezocht naar hem. Genoeg opties dus om het uit te zoeken. Is hij weggekomen naar de andere kant van de wereld? Is hij opgepakt en gevangen genomen? En ja, hoe gaan we dit uitzoeken? Oké, eerst even. Met wie hebben we te maken? En sorry alvast, maar dit wordt echt even een geschiedenislesje in kort bestek. Maar dat is nodig om de rest van de serie te snappen. Floris heeft dus al eerder naar Walter Heinrich gezocht. Hij krijgt het SS-dossier in handen, leest overleveringen van oud-gevangenen en kan dan een redelijk beeld vormen over het leven van Heinrich. We bladeren er samen nog eens doorheen. Zo staan er allerlei verschillende. Hier heb je dus inderdaad een door hemzelf handgeschreven levenslauf. Ja. Dat is natuurlijk zeer waardevol, want zoals gezegd. Dit is hier zijn handschrift. Dit is zijn handschrift. Hier heb je dus ook zijn handtekening. Maar er wordt helemaal niks over Kamp Amersfoort gemaakt. Nee. En dat is natuurlijk wel, want dit is de man. Dit is Walter Heinrich. Dit is de handtekening, foto's op de gelijkenis. Dit is allemaal verder geen enkele twijfel. Hij heeft een hele kenmerkende handtekening. Puntjes. Nou, je ziet het, een beetje zwierige H. En dan loopt hij naar rechts weg. En puntjes, die zijn eigenlijk een soort van streepjes geworden. En hij, die handtekening staat dus hier. Dit is niet uit het dossier, maar dit is dus een document dat uit Kamp Amersfoort komt. Hier heeft hij als commandant van Kamp Amersfoort een overlijdensbewijs getekend van een gevangene, Leon Weil.
Nou, dat is een Joodse gevangene en die is dus in kamp Amersfoort omgekomen. We kunnen dan gewoon zeggen, het is natuurlijk een van de slachtoffers, die is hier vermoord. Ja. En dat papier ondertekent hij hier. Dus die handtekening was het enige wat ik al wel van hem had. Totdat je dan dus dit dossier ziet en dan zie je precies dezelfde handtekening eronder. Walter Heinrich wordt dus op 2 januari 1910 geboren in Mislowice. Na de Eerste Wereldoorlog komt deze stad in Polen te liggen. Daarom verhuist het gezin naar Oppeln. Hij is het derde kind van Paul Heinrich, een treinmachinist, en Anna König. Er was een veel oudere broer en een zuster die op 26-jarige leeftijd tijdens de bevalling van haar eerste kind in het kraambed sterft. Hij excelleert niet op school, niet qua carrière, maar hij is wel ambitieus, gedreven. Hij wil wat met zijn leven. Hij gaat werken bij de plaatselijke gemeente en probeert zich in het openbaar bestuur omhoog te werken. In 1933 vraagt hij een lidmaatschap aan van de Schutzstaffel, de SS. 2 weken later wordt hij ook lid van de NSDAP, de politieke partij van Hitler. Het levert hem zelfs de erewinkel der Alten Kämpfe op. Nazi's van het eerste uur mogen op de rechtermouw een zilverkleurige chevron in de vorm van een V dragen. Hij wil carrière maken, zoveel is duidelijk. In januari 1939 wordt Heinrich aangenomen bij de Gestapo. Hij solliciteert naar meerdere functies, ook naar de Kolonialpolitischen Amt der NSDAP in München. Kortom, hij wil in Duits bezet gebied een functie krijgen. Een opmerkelijk feitje dat we tegenkomen in alle dossiers: het was toen heel normaal dat de SS goedkeuring moest geven voor een huwelijk. En als Heinrich een huwelijksaanvraag doet om te trouwen met Johanna Prietslav, worden er bedenkingen geuit tegen de relatie. Hij kreeg dus bedenkingen. En overigens is in tweede instantie, bij een herhaalde aanvraag, is het wel goedgekeurd. En toen mocht hij trouwen met Johanna. En daar is hij uiteindelijk ook mee getrouwd? Ja, dat is zijn vrouw. In 1938 zijn ze getrouwd. Okay. En geen kinderen bekend, althans, ja, mij niet. In 1939 valt Duitsland Polen binnen. Heinrich gaat als inlichtingenofficier ook naar Polen om verhoren af te nemen. In de loop van 1940 wordt Heinrich overgeplaatst naar het hoofdkantoor van de SD. En daar ontmoet hij Wilhelm Harster. Een topnatie. In Nederland de bevelshaber der Sicherheitspolizei en daarmee belast met het dossier concentratiekampen en politieke gevangenen. En Wilhelm Harster is dus degene die zich daarna langzaamaan ging realiseren. Ik heb inderdaad dat centraal gelegen strafkamp nodig. Straf- en doorvoerkamp. Ja, en wie gaan we daar dan mee belasten? En toen dacht hij dus aan zijn ervaringen in Berlijn, aan die jonge luitenant Walter Heinrich. En zo is Walter Heinrich in Nederland beland. En werd hij hier dus kampcommandant. Walter Heinrich, een pas 31-jarige kampcommandant met de rang van Untersturmführer. Op overgeleverde foto's is een verzorgde, slanke, donkerblonde man te zien. Volgens zijn medisch dossier 1,83 meter lang en 76 kilo zwaar. Om zijn verhaal nog kort af te maken, vanaf 1943 is Heinrich geen kampcommandant meer. Hij maakt een promotie en wordt politie-inspector van alle concentratiekampen in Nederland. Hij komt te werken in Den Haag op het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst. Er duikt in onze zoektocht nog een bericht op dat hij eind 1944 een promotie maakt in rang. Hij wordt dan bevorderd tot Hauptsturmführer. En vanaf februari 1945 ontbreekt dus ieder spoor. Maar in 1941 begint het hoofdstuk Kamp Amersfoort dus echt. In het Nationaal Archief stuit ik dus op honderden processen verbaal. Allemaal even vreselijk en soms ronduit sadistisch wat daar gebeurde. Om alles goed te begrijpen in deze podcast kunnen we er ook niet omheen om dat even goed te schetsen. Wat was Kamp Amersfoort precies? Wat gebeurde daar? Hoe is het eigenlijk ontstaan? Nadat de Duitse bezetting een feit is, worden gaandeweg steeds meer tegenstanders van het regime opgepakt en gevangen genomen. Onder andere in een kamp bij Schorl. En dat is gewoon een onhandige plek. Er waren wel wat plekken in Nederland waar gevangenen werden verzameld. Maar gaandeweg werd de omvang van het aantal verzetstrijders, zou je kunnen zeggen. Of beter gezegd, natuurlijk ook de mensen die in de ogen van de nazi's op ideologische gronden moesten worden opgesloten, werd gewoon heel groot. En dat kamp in Schorl, dat ligt in de duinen in Noord-Holland. Nou, dat was ook nog eens slecht bereikbaar, maar ook nog redelijk klein. Nou wilde het toeval dat het Nederlandse leger in het kader van de mobilisatie in 1939 6 kampen al rondom Amersfoort, de stad Amersfoort, had aangelegd. En een daarvan, dat heette Appelweg, het kamp Appelweg, aan het straatje waar het aan lag. En op een gegeven moment is toen het besluit gevallen, dit wordt het centrale kamp, zeg maar. Het hoofddoel van het kamp, zou je kunnen zeggen, was toch wel echt strafkamp. En gaandeweg werden natuurlijk ook steeds meer transporten ingesteld
om naar andere kampen in het oosten, dus voor de Duitse oorlogsindustrie. In 1941 wordt kamp Amersfoort geopend, met Heinrich aan het roer dus. Hij kiest 20 man uit die de bewakingseenheid moeten gaan vormen. Heel veel meer is er niet bekend over de eerste dagen van Heinrich op het kamp. Behalve dan een soort openingsspeech van Heinrich, waarin hij de groep bewakers toespreekt. Dit wordt een verzamelplaats van levensgevaarlijke elementen. En dan heeft hij het over verzetstrijders, communisten. En hij zet direct de toon met hoe hier opgetreden moet worden. Als je je werk goed doet, dan heb je hier een prima baan. Je verdient goed en je hebt het goed. Als je tegenvalt, dan zal ik er nog zorg voor kunnen dragen dat je naar het oosten ontgaat. Het regime in het kamp is vaak onmenselijk zwaar. We zouden zo graag overlevenden willen spreken om uit eerste hand te horen hoe heftig het daar is geweest. En de rol van Heinrich in en om het kamp. Maar helaas, bijna alle oud-gevangenen zijn inmiddels overleden. Een aantal jaren terug heeft kamp Amersfoort de toen nog levende oud-gevangenen geïnterviewd. We horen hier Gerrit Pitt, geboren in 1921, die in het verzet zat in Steenwijk. Je staat op dat appel. Een appel aan zich is al wat. Daar staan je uren soms. We hebben een appel gehad dat we eerst op een zondag, want dan hebben ze alle tijd, zijn we eerst stroomnat gerend. En in diezelfde middag zijn we opgedroogd door de zon. Het heeft uren geduurd. Het typische van kamp Amersfoort is, wat ik nu achteraf mij realiseer, is dat je daar eigenlijk het ABC van het kampleven hebt leren kennen. Ja? Dat is geen verdienste op zichzelf, maar we hebben er later wel profijt van gehad. He, daar leer je eerst alle rotterige dingen die in een kamp konden gebeuren, waar je eigenlijk geen voorstelling van had dat zoiets mogelijk was. Maar het bleek dan toch wel mogelijk, maar in Sachsenhausen was het nog enige procenten erger. Iemand die nog in levende lijven met oud-gevangenen heeft gesproken is Jaap Vos. 94 jaar, maar nog altijd kwiek, fit en scherp van geest. Zelf heeft Vos ook de oorlog meegemaakt. Als mannetje van 12 zag hij de ellende op zich afkomen. Hij heeft gehuild toen de capitulatie een feit was, zegt hij. Nog altijd is Vos gids in kamp Amersfoort. Ze noemen hem de tandarts, want hij vult de gaatjes die ontstaan in de planning. De oud-gevangene die u heeft gesproken, wat staat u het meeste bij? Wat is het indrukwekkendste dat zij hebben verteld? Wat ze indrukwekkendste is eigenlijk wat ze niet vertelden, dat is het trauma. Wat je toch op een gegeven moment merkt, dat mensen die overdag gewoon vrolijk en met humor en joviaal en zo met elkaar omgaan, een keer 's nachts liggen te gillen. Zo zie je maar. De trauma's van de oorlog zijn door velen nooit echt goed verwerkt. En dat sijpelt dus door naar meerdere generaties in de familie. En dan komt een mevrouw naar me toe en die zegt, je hebt ons toen rondgeleid in kamp Amersfoort. Ja, het zal wel. Ik rijd zoveel mensen rond. Ja, zei ze. En toen heb je het punt trauma aangesneden. En dat is voor ons aanleiding geweest om een hele dag te reserveren om met elkaar te discussiëren wat de invloed van de trauma's van onze vader op onze opvoeding gehad heeft. Ah, ja. Maar dat sijpelt dus gewoon door zo'n ja, hele... Ja, de tweede generatie, zelfs de derde generatie merkt het. Dit is toch wel de reden waarom we gewoon moeten weten wat er met Heinrich is gebeurd en hoe hij aan zijn straf is ontkomen. Voor nabestaanden is het ook bijna 80 jaar later nog steeds belangrijk om te weten wie er verantwoordelijk was voor de vreselijke misstanden. Deze mensen hebben behoefte en hebben recht aan een rond verhaal. Deze man bepaalde wat er met de gevangenen gebeurde. En natuurlijk waren er allemaal mannen die dat uitvoerden. Maar ja, uiteindelijk gebeurt er natuurlijk niks in zo'n kamp zonder dat de commandant daarvan af weet. Je hoort hier Misha Bruinvels, directeur van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Van kamp Amersfoort is weinig meer overgebleven na de oorlog. En wat er nog wel is een indrukwekkend museum en een flink gebied om het kamp heen waar de verschrikkingen plaatsvonden. We lopen met hem een rondje door het gebied. Het hele gebied rondom kamp Amersfoort. Daar zijn vrij veel executies geweest. Uiteindelijk zijn op kamp Amersfoort 383 mensen gefusilleerd. Deze 383 vormen overigens een gedeelte van de 652 mensen die uiteindelijk zijn omgekomen in het kamp. De overige zijn omgekomen door mishandeling, kou
Honger, dwangarbeid. Het was een onmenselijk kamp. We lopen over de schietbaan richting het monument dat de naam de Stenen Man is gaan dragen. Dat deze schietbaan van 350 meter lang is uitgegraven door gevangenen, veelal de Joodse gevangenen, en dat hier vele mensen de dood vonden, maakt het een lugubere plek. Dat voel je als je daar loopt. Je voelt de oorlog. En dit was dus een plek waar mensen heen liepen als ze geëxecuteerd zouden worden. En ik stel me dat zo voor dat je hier zo loopt en dat je om je heen kijkt. Zeker omdat je weet waar je heen loopt. Maar dat je dus om je heen kijkt en dat je daar dus mannen ziet staan met geweren. En mitrailleurs. En er is eigenlijk geen weg terug. Nee. En ik zie hier een citaat over de persoon waar wij een zoektocht... Ja. De volgende morgen kreeg ik van den commandant Heinrich... Ik sta samen met Mischa Bruivels op de plek waar mensen zijn gefusilleerd. En niet zomaar een plek, want hier vond Henk Sneevliet zijn dood. Henk Sneevliet, hoor ik je denken. Dat is niet alleen maar een metrostation in Amsterdam. Het is de oprichter van de Chinese Communistische Partij. Ieder kind in China leert over Ma Ling, oftewel Henk Sneevliet. De oprichter van de Communistische Partij in China is geëxecuteerd in Amersfoort, op voorspraak dus van Heinrich. Palen vastgebonden en nadat het vuurpeloton was aangetreden, het bevel tot vuren gegeven. Enige van hen kregen nog een zogenaamd genadeschot. Oké. Die Heinrich. Ja. Zo, dit was het geschiedenislesje. Heinrich is dus een ambitieuze man, wil graag in de Duitse kolonie komen te werken en wordt een mooie positie in Nederland gegund. Hij opent kamp Amersfoort, dat vanaf het begin af aan een sadistische, onmenselijke plek is. En in 1943 wordt hij inspecteur van alle kampen in Nederland. En in februari 1945 verdwijnt hij. Daar zijn we dan, terug bij onze zoektocht. Wat is er gebeurd met Heinrich? Waar is Heinrich gebleven? We gaan in deze podcast dus meerdere opties langs, hypotheses. Op zoek naar antwoorden, op zoek naar kruimels eigenlijk. Hoewel we ook wel weten dat het gewoon heel lastig wordt. Want als in officiële documenten al namen verkeerd staan en ze ook niet eens weten waar hij precies was... En weet je wat misschien ook nog een optie is? Nee, dat is natuurlijk ook dat we een aantal voorbeelden hebben. Al zijn die wat spaarzamer, maar dat vaak onder een valse identiteit, dus van nazi's, juist naar echte immigratielanden zijn uitgeweken. Westerse immigratielanden, dus Canada, Verenigde Staten en Amerika en Australië, ja. Dus hoe heet die? John Demjanjuk is daar volgens mij een goed voorbeeld van. Die was daar, die woonde dus vrolijk daar gewoon in Noord-Amerika ergens in een stadje. En was daar automonteur, ik geloof bij de Ford-fabrieken. Maar dat was dus een man met een enorm bedenkelijk verleden als bewaker van Sobibor, het vernietigingscentrum. En dan nog een heel ander aspect. We kunnen de opties doorlopen, zoals we dat net hebben gedaan. Hè. Zou het kunnen dit, zou het kunnen dat. Maar je weet ook inderdaad niet onder welke naam die dan... als hij nog een van die opties heeft een van die mogelijkheden heeft gegrepen om te ontkomen of onder, weet ik veel. Maar doet hij dat dan ook wel onder zijn eigen naam? Die kans is natuurlijk ook vrij beperkt. Dus dan kom je ook niet achter 1, 2, 3. Je kunt aannemen dat hij in elk geval tot februari 45 onder zijn eigen naam daar heeft gezeten. Zeker. Als hij daar heeft gezeten. Ja, nee, ja, precies. Als, ja, dat, precies. Als die redenering klopt, dan denk ik dat hij als Walter Heinrich in elk geval tot februari 45 door het leven is gegaan. Ja. Nou ja, en hij is dus verschollen. En dat vind ik dus ook wel een beetje gek, want... Als je dus bijvoorbeeld opdracht krijgt om verschonnen is echt uit zicht geraakt. Hè? Dus als de Duitse bevelhebber iemand gewoon zegt van jullie moeten naar Berlijn. Tegen Debner en Walter Heinrich. Dan is het natuurlijk een beetje raar dat dan daarna wordt gezegd. Ja, hij is een beetje uit zicht verdwenen. Dat is niet waar, want dan zouden ze dus weten waar die moet zijn. Ja. Dus dat maakt ook die optie dan weer. Ja, dus. Verschollen, dat is inderdaad meer dat je echt verdwijnt. Dat je je verstopt eigenlijk. Hè? Ja, uit het oog verloren, zeg maar. Ja. Verschollen kan net zo goed verdwenen zijn als ondergedoken. In de volgende aflevering gaan we alle opties onderzoeken. Op zoek naar aanknopingspunten. Wat kunnen we nog wel vinden in de archieven? Dat kan zo zijn dat Walter Heinrich een heel prettig leven heeft geleefd. In een lekker tropisch klimaat. Dat zou kunnen. En wat is gewoon niet logisch? Of juist wel? Nee, vluchten of deserteren of zo, dat is denk ik niet bij hem opgekomen. Die geest van gehoorzaamheid, ja, die hem groot gemaakt heeft, die heeft hem niet verlaten, denk ik. Dit was de eerste aflevering van de podcast De Verdwenen SS'er. Een zoektocht naar de mysterieus verdwenen kampcommandant Walter Heinrich van kamp Amersfoort.
Wil jij direct weten wanneer de volgende aflevering klaar is? Abonneer je dan op deze podcastserie. Of laat een like achter. Dat maakt de podcast weer beter vindbaar voor andere luisteraars. Deze podcast wordt geproduceerd door IO voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wil jij meer weten over Kamp Amersfoort of Walter Heinrich? Bezoek dan het nieuwe Ondergrondse Museum over het voormalige concentratiekamp. De mixage en eindedit is gedaan door Frederik Middelhoff van Podcast Guru. De muziek is gecomponeerd door Bauke Henneman.